Wat ik ook nu maar ga doen is eten en we gaan dus afwachten of die nu blijft hangen. Ik ben benieuwd of die nou blijft hangen of niet. We gaan het zien. Ik ga nu even in ieder geval eten. Ik heb nog eten in de koelkast en nog wat anders in de koelkast. Dus dat gaan we nu even pakken. En dat dus. Super tof dat je kijkt naar een gloedeel vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ben al lekker richting werk toe. Ik ga lekker werken. En daarna lekker weekend. Oh, kijk er daarna uit. Om lekker weekend te houden. Want kijk, dat is zo lekker zat er is. Lekker weekend. En ja, laten we nu maar ook richting mijn werk gaan. Het is wel alleen bagger weer, want het niezert. Na het regen. Nou, de regen niet hard, maar het regent. Kleine druppels. Het is om tussendoor om te lopen. Ik ga lekker richting werk toe. Beetje frisjes. Maar het is af en toe zo lekker. Want word jij zwakker van. Dat heb ik al eens gehoord. Ik weet niet of het waar is. Maar. Ja. Let's go richting werk. En het is 1 uur en ik zit nu nog even lekker te editen mijn vlog. Ik heb zoveel zitten vloggen gisteren. Maar we gaan het vandaag ook doen. Maar zoals jullie al gezien hebben, vlog van gisteren is er best wel wat opgeruimd van gisteren. Maar ook veel rommel nog die ik nog heb staan. En ik kreeg melding. Niet belangrijk. Wat ik nu ga doen, ik heb net even deze pannen aangezet. Want hier zit nog pannenkoeken van gisteren natuurlijk. En daarom heb ik die desk op gezet. En misschien dat ik morgen vroeg, als het lukt, ga kijken hoe het buiten is. Maar ik denk dat het niet zoveel is. Misschien, ik wil vandaag even proberen ook uit te slapen. Of het gaat lukken is de tweede vraag. Maar we gaan het zien morgen. En ik ga nu ook maar lekker een paar dingen doen. Dat is wierook dadelijk ook nog bestellen via online, want ja, zoals jullie weten kan het niet meer naar beide winkels, moet ik online checken. Maar of ik moet wachten tot 9 februari waarschijnlijk. Hoe dat allemaal aan toe staat, na 9 februari, want het is nou voor jullie. Even kijken welke datum vandaag is. Vandaag natuurlijk voor jullie al 9 februari. Over een paar dagen is het 9 februari. Het is nou 1 februari natuurlijk voor jullie. Ik ben hier zitten rond te lopen en ik zit te kijken wat Jan doet is. Vandaar dat ik zo stil ben. Wat is er, Kanja? Die hebt jeuk. Hè? Jeuk? Jeuk? Hè? Want jij hebt jeuk. Oh, maar als je, oh, dat is zo'n raar gevoel trouwens. Als je oude kat aait, die ouder dan 7 jaar is, en je gaat dan een jonge kat aaien zoals Ganya, die bijna 6 jaar is. Dus ik bedenk, ik moest even denken. En ik had natuurlijk 2 vlogs terug over gehad, over Ganya. Rocky bedoel ik. Ja, nee, Ganya, ik kan het wel goed. Maar ik moet even kijken waar ik hem gelaten heb, op papieren. Want ik had natuurlijk over Ganya gehad dat hij moest over eten namelijk. Nee, over controle. En die boekje ligt hier zo ergens zoals het goed is. Ik heb hem hier ergens neergelegd. Ah, hier. En dat is. Ik had over gehad natuurlijk dat waarschijnlijk voor dit jaar moet hij controle hebben. En dan wil ik even weten wanneer hij van laatst heeft gehad. Ja, even kijken. 8 augustus wordt hij alweer 6 jaar. Even kijken hoor. 27/3/2019. Ja, 2/20/2021. Dus februari dit jaar. 27ste, wacht. 27ste, dus ik moet even een keer een nieuwe datum plannen eigenlijk voor Ganya.
voor controle voor hem. Dus dat gaan jullie binnenkort wel weer zien. Dus ook even apart zou ik graag vast bij me houden. En wat ik ook ga doen is even lekker een bakje koffie zetten. En even editen dadelijk. Maar eerst even lekker een bakje koffie. Het is nu over 10 minuutjes of 7 uur. En ik kreeg ineens zo'n nieuw pakketje binnen. Dat kan wel kloppen, want ik heb al iets besteld. Maar ik laat even zien wat ik besteld heb. Misschien kan ik beter daar even zitten. Wacht even. Oh ja, dit is best wel. Hoe zwaar valt het best wel mee? Maar ik ga even laten zien wat in het pakketje zit. Ga ik alleen even statief even neerzetten. Zo, dat is even hier het pakketje wat ik al zei. Zo, even kijken wat het is. En natuurlijk was dat toevallig on the cover te kijken. Maar we gaan eerst even kijken wat er hierin zit. Zo. Wat? Ah. En ik stond bij de deur en ineens moest ik ook tekenen. Ah, kijk. Een rek. Ja, zo wordt het. Voor neer te zetten. Voor wasdingen. Maar dan ga ik ook even opzetten. En als het goed is, hoef ik niet te boren. Ik wil deze rek eigenlijk hier hebben. Dus gaan we dat ook even doen. Ik heb zo lang geprobeerd toen we niet meer eten. Maar eindelijk, zo, grondvrij. Ja, dit ziet er beter uit, vind ik. Laat even weten in de reactie wat jullie van vinden. Ik vind het wel beter. Oh, wat zat ik daar lang aan te klussen, zeg. Jongen. Oh, eigenlijk hadden jullie dit zo. Weet je, ik heb het zo. Ik ga een timer van maken ervan, zoals jullie hebben gezien. Maar ik heb echt. Oh, waarom precies als ik ga vloggen? Opnieuw.
Ik ga hier even achteraan. Hij blijft nu gelukkig staan. Dus we gaan even afwachten of hij blijft staan. We gaan het even zien. Wie weet. Ik heb het in een paar seconden gedaan. Nu blijft hij wel zitten. Dus we gaan het zien. Afwachten maar. Wat ik ook nu maar ga doen is eten. En we gaan dus afwachten of hij nu blijft hangen. Ik ben benieuwd of hij nou blijft hangen of niet. We gaan het zien. Ik ga nu even in ieder geval eten. Ik heb nog eten in de koelkast. En nog wat anders in de koelkast. Dus dat gaan we nu even pakken. En dat is die. Want die heb ik nog over. En wat ik ook nu ga doen is even lekker die eten. Eerst even een bordje pakken en dan ga ik lekker smullen. Laten we het ook maar even toch doen. En dan lekker een filmpje bijkijken. Nou zit hij in de magnetron. Magnetron, dan gaan we nu even aftellen in 3. Magnetron, ik bedoel oven. In 3, 2, 1 is klaar. In 3, 3, 2, 1, 0. Zo, hij is klaar. Laten we hem ook even gelijk eruit halen. Oh ja. Oh, dat was niet zo slim geweest. Ik had alleen die ding neer moeten leggen. Nou even wat pakken. En dat is namelijk... daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan, jongens. Ik doe nooit die bord eronder. Ik heb eerst de bord eronder. What the fuck? Ik doe altijd alleen deze om. Oké, maakt niet uit. Het is in ieder geval warm, dat is het belangrijkste. Ga ik hem ook even snijden en lekker eten. Dan laat ik dat even doen. Zo, ik ga hem nu maar even pakken en eten. Maar tussendoor ga ik ook filmpje kijken. Dan doe ik deze, klik op mijn schoot. Hoppakee. Oh, dan moet ik even pakken. Zo. Want ik wil al die eten hebben namelijk. Zo. Hoppakee. Hoppa. Zo. Want anders is het heet namelijk. En dan ga ik lekker van deze eten smullen. Het is 11:30. Ik ben nog steeds wakker. Ik zit lekker relaxed achter de computer. Filmpje te kijken. En tussentijd ga ik nu lekker nog een laatste bakje koffie drinken. En probeer ik ook weer te slapen. Dat moet ook weer een keer gebeuren natuurlijk. Dus ik ga lekker nog een filmpje kijken. En dan ga ik klaarmaken om in bed te gaan. Eerst even snel een bakje koffie. En dan lekker een bedje. Die pest moet wel even goed gelegd worden. Nou, zo goed. Dus ik ga lekker gordijnen even doen. Zo. En lekker mijn pestje in. Zo. Ja. Morgen weer een dag. Zoals jullie hebben gezien is het ook een speciale dag binnenkort. Zondag natuurlijk. Voor jullie is al zondag geweest. Als het goed heb was gisteren zondag, nu maandag. Als ik goed heb. Maar ja, ik ga eerst een lekker pakje koffie doen. En dan ga ik lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is... Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij... Laters! Ik ga trouwens 2 dingen maken vandaag. Lekker van in de weg, zei jij. Ja, 2 dingen maken, wat ik al zei. Want, ik heb wat. Zoals jullie zien, ben ik lekker heerlijk pannenkoek aan het bakken. Wacht, kijk op de lucht hoor.